Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Ja, jullie hadden hem de vorige keer gemist, dus ik denk, ik zal maar even dus weer zo zeggen. En deze aflevering gaan wij onze eerste tempel doen in HD. Want deze tempel die is dus zeg maar nou in 1080p en dat maakt het volkomen HD. Oké, nou het is eigenlijk precies dezelfde tempel als in de Gamecube. Maar voor de mensen die dus nooit de Wind Waker hebben gezien, ziet deze er dus zeg maar alleen maar extra uit in HD. Zoals ik het al vaak zat heb gezegd. Nou, deze tempel, dat is dus zeg maar de eerste keer dat we een tempel gaan zien. Wat leuk. En hier komen we dus onze eerste bijhandjes tegen. Wat leuk. En die slaan we dus zeg maar tegen een sodomieter aan met ons botermesje. Wat leuk. En hopelijk krijgen we nog wat joypanners, want die hebben we nodig voor later. Wat leuk. Dus ik zet heel eventjes mijn eigen geluid wat harder, want ik hoor hem bijna niet. Zoals je dus net zag, die hebben dus zeg maar weer van die stokjes vast en die stokjes kun je gebruiken als toortjes. Dus op het moment dat je zo een even oppakt, kun je dus zeg maar zo toortjes even aansteken. En dan komt er een kistje tevoorschijn! Leuk! Puzzelstuff in Zelda games, wat een verrassing. Oké, nou hier zit als het goed is alleen maar een sleutel in! Ja, Smokies, die kun je maar eenmalig gebruiken en blijkbaar, want dat heeft het spel zo besloten, dat je maar een sleutel maar één keer kan gebruiken. En ja, dus als je een sleutel gebruikt, dan verbreizelt die in 300.000 verschillende stukjes. En dan is de sleutel dus weg. Iets in die trend, ik zou het niet weten. Maar goed, de bedoeling dus hier is dus dat we naar de Great Baloo's gaan. En dan hebben we dus heel veel puzzels op te lossen, omdat ja, zoiets is bekend bij de Legend of Zelda, de tempels van Zutsoi. Nou, voor de mensen die het willen weten, dit is extreem difficult voor mij op dit moment. Omdat, zoals jullie weten, ik speel dit op Hero Mode. Hartjes zullen niet komen. Hartjes zullen we niet zien. En ik neem dubbel zoveel schade. Dus elke schade die ik neem doet pijn, want ik kan ze nergens herstellen. En ik heb dan wel een empty bottle, maar ja, er zijn hier geen feetjes of iets van feetjes. Die zijn dus zeg maar ook moeilijk te vinden. Feetjes zijn wel te vinden voor de mensen die het willen weten, maar moeilijk. Dus, daarom moeten we dus heel erg voorzichtig zijn. Voornamelijk bij vleermuizen. De beesten die normaal gesproken helemaal niet boeien. Nu dus wel. De beesten die normaal gesproken niet boeien. Ja, die raak je heel erg vaak. Maar dat boeide je niet. Aangezien dat... Ja, hé, hey, hallo. Je herstelde je helft toch zo. Dus kom hier. Oh, jij gaat aanvallen. Ik zie jou aanvallen. Ik zie jou aanvaltactiek. Oké, nou, mooi. Dus je wil je schild echt veel meer gaan gebruiken. Maar vergeet niet, dit speel ik op Hero Mode. Voor de mensen die nog steeds niet weten wat Hero Mode is. Hero Mode is gevaarlijk. Dubbele schade, geen hartje die je kunt gebruiken om te hervullen. Het alleen maar potions. Succes. Dus, goed. We hebben deze paar puzzels alweer opgelost. En ik zie een kistje. Ik wil het kistje. Want een kistje is zo awesome in HD. Oké, dat sloeg helemaal nergens op. Goed. Wat zit er in het kistje? Keukenpapier om je rotzooi op te ruimen en dat je koffie gemorst hebt. Oké, het is een treasure map. Weet ik veel, ik bedoel, wc-papier hadden we al gebruikt en ik hou er niet van om de hele tijd dezelfde grappen te gebruiken. In HD. Maar, maar ja, daarom dacht ik dan, laten we het maar zo doen. Dus we hebben weer eigenlijk een map en ja, voor de mensen die het willen weten, ik ken de map niet laten zien. Dus ik ga gewoon nou een fotootje maken. Ik ga gewoon heel eventjes er een fotootje van maken. Dan zien jullie ongeveer wat ik zie. Want de map is niet zo belangrijk in een let's play, maar wel natuurlijk als je zelf het spel zou willen spelen. Dit hier, dames en heren, jongens en meisjes. Ik pak mijn camera erbij, zoals je dat nou hoort. Leuk, joh, Wind Waker in HD opnemen. Oké, nou mag ik heel eventjes dat hij goed focust, want dit is best wel lastig. Ik hoop dat de foto goed te zien is. En een fotootje is gemaakt. Fotootje komt nu dus mooi in beeld. En als ik dus meer van die fotootjes moet maken, krijg je dus een knip tot ik op het moment dat fotootje heb gemaakt of aan het maken ben. Oh, daar trappen wij niet in. Kom dan! Spring dan! Hallo? Dude, jij hoort nou te springen. Dude? Daar! Normaal gesproken als hij springt, raakt hij je. Dat is niet leuk. Dus, maar goed, in ieder geval, dat is dus de map zoals je dus kon zien. Je hebt dus zeg maar vier verschillende verdiepingen. De dingen die ingekleurd zijn, daar ben je al geweest. De dingen die nog niet ingekleurd zijn, daar ben je nog niet geweest. Heel erg standaard forward, zoals een map eigenlijk werkt. Dus, en ja, dat was eigenlijk net een foto van mijn gamepad voor de mensen die het willen weten. Goed. Dit is heel erg uniek.
Wapens die ervoor zorgen dat je verder kan. Met het grote zwaard kun je dus zeg maar hout doorslaan. En... Oké, dat is beter. En daardoor kun je dus zeg maar nieuwe gebieden openen. Nou, het leuke is, we hebben Red Chew Jelly! Wat je nooit zal gebruiken omdat het zinloos is. Red Chew Jelly, dat zorgt ervoor dat je rode potions kan maken. Rode potions die we herstellen volgens mij volledig je helft of alleen maar 8 hartjes helft. Eén van die twee, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd. Volgens mij was het gewoon full je helft. Maar ja, dat is heel erg handig als je dus genoeg choo-choos hebt. En dan moet je ook nog eens een keer naar Windval toe. Dus waarom zou iemand dat doen als je gewoon een feetje kan vinden bij een fairy fountain of zoiets? Op zich moet ik wel vertellen dat ik het nog goed doe en nog geen schade heb opgenomen. Dus ik zat weer deur in de vaste opening. Let's play met af en toe praatgebrek. Leuk joh. Oké, dit. Hier normaal gesproken was ik YOLO en sla tegen die dingen aan. Nu moet je er een steen op gooien, want ja, schade dat wil je gewoon niet hebben. En bommen, dat doet normaal gesproken een half hart schade en nou doet het dus een heel hartje schade. Wil je niet, no want. Goed, dan zijn we ondertussen dus een rondje gelopen. Voor de mensen die het niet weten, we hebben dus zeg maar, we zijn hier over die brug heen gegaan. Zijn we daar naartoe gelopen, zijn we helemaal daar naartoe gelopen, zijn we helemaal daar naartoe gelopen. En nadat we een extra sleutel hebben, kunnen we hier naartoe. Joy. Happy, happy, joy, joy. Oké, een van de meest overlooked treasure maps, zeg maar, die er in dit spel te vinden zijn, die zit hier. Dit wil ik heel eventjes als een herinneringspuntje neerzetten. Alleen daar kunnen we nog niet naartoe kopen, omdat we daar nog niet de juiste tools voor hebben. Ah nee, ik heb schade! Ik haat jou. Ik probeerde die A-combo. Nooit meer doen. A-combo slecht. Hier zit iemand, hè? Oké, dus we hebben dus een half hartje schade, wat niet goed is. Voor de mensen die het willen weten. Voor de mensen die het niet willen weten, weten het nou ook. En nou hebben we dus een stokje gekregen. Nou, zoals we weten, hout kan goed branden. Dus dan is het wel erg handig om gewoon hier die deuropening te maken en de schakelaar. Dit is alleen maar eigenlijk een tutorial van, hey, hou er rekening mee, hout kan branden. Want ja, waarom zou ze anders die deur dicht hebben gegooid? Maar goed, we hebben maar een half hartje schade, dus ik denk dat ik wel kan overleven. We hebben hier een beetje stoom, want ja, het is op een vulkaan, zoals we al ondertussen door hadden. En hier hebben we weer zo zijkont. Dag! Ik hoop dat je zwemles hebt. Nou, het leuke van deze brug is die touwen. Ja, die kun je inderdaad echt molestreren. Ik zal het wel eventjes demonstreren. Doe je dat en je maakt dus zeg maar te veel van die touwen kapot, dan breekt de brug, val je naar beneden toe en dat doet schade. Willen we niet. No want. Goed. Hier hebben we ook weer een klein obstakel. Zoals we dus kunnen zien is daar dus zeg maar het houten laddertje een beetje meer zwart gekleurd als zeg maar de rest van het hout. Dus daar willen we dan voor oppassen, want er komt dus zeg maar een steekvlam voorbij. En vraag me niet waarom dat deze houten ladder niet vlamvat. Dat weet ik ook niet. Dat moet je... broodje gezond met logica's. Broodje gezond verstand met logica's. Oh boy. Dude. Ik ga je slaan! Oké, geef me je drop. Geef me je drop. De drop is belangrijk. Je had niks, want je dropte. Flame! Nou ja, wel een voordeel. Voor de mensen die mij dus zeg maar de Legend of Zelda Skyward Sword hebben zien doen. Of een Engelse Legend of Zelda variant of iets in die trend. Die zien mij dus altijd, en dat doe ik gewoon automatisch zelfs als ik ze niet nodig heb. Zien ze mij dus een hartje oppakken terwijl dat ik op full health zit. Nou, dat is op dit moment dus niet echt mogelijk meer. Want er zijn geen hartjes om te verzamelen. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Nadeel is wel dat ik jullie dus niet kan zien hoe dat een hartje eruit ziet in HD. Dus ja. Dat is ook weer eigenlijk iets van, ja, je hoeft niet alleen te siddelen, je kunt ook... Faal! Echt, ik ben zo goed in falen in dit spel. Zul je net zien dat ik daar ook nog eens een keer een ga mee over krijg. Dus je hoeft niet alleen bij die small ledges te siddelen, je kunt daar dus ook zeg maar overheen hangen zoals ik net gedaan heb. Heel erg boeiend, heel erg interessant, nobody cares. Move on! Met voice acting. Nou ja, er is eigenlijk weinig te voice acting. Nou, er zit daar een gat in de muur waar we niet naartoe kunnen. Waarom kan ik daar niet naartoe? Ik wilde kijken wat er te doen is. Oké. Er zit inderdaad hier een secret to everybody. Wat je wilt doen is... je wilt daar een trapje maken. En als je daar dan zeg maar... een kleine opening in maakt. Zo. Dan heb je dus zeg maar een hele kleine opening nou hier. Let go. En geloof me, het is het niet waard. Want als je hier dus... Hallo. Even kijken hoor. Hier zit die kleine opening. Dat weet ik zeker. Ja, daar. Hier zit die. Hallo.
Link, kruip er eens in. Kruiper. Goed zo. Er zit hier dus een hele kleine opening en als je daar dus doorheen gaat, dan vind je een paar rubies. Jee. Heel erg fijn. Ik vind dit nogal een waardeloze secret. Je moet er veel moeite voor doen en je krijgt nog ineens 10 rubies. Maar goed, altijd leuk om te laten zien die dingen, waarom ook niet. Voordat ik verder de rest weet, nee, verder zitten daar geen secrets, zitten alleen maar een paar rubies. Heel erg belangrijk, heel erg boeiend. Goed, hier daarentegen, hier zit wel iets heel erg interessants. Dan heb ik even mijn... Don't you dare to hit me. Als je hier bait voor gooit, dan komt er dus zeg maar een rat tevoorschijn. En die rot, die heeft hier iets boeiends voor je. Die heeft een red potion en een blue potion. Blue potion is nogal pointless, dus je wil echt definitely een red potion kopen. Voor een red potion heb je wel dus zeg maar je anti-bottle nodig. Dus als er iets in zit, dan werkt het niet. Maar een red potion, zoals ik al zei, in hero mode wil je zoiets bij je hebben. En ja, dit is eigenlijk best wel interessant. Een lage stem. Stefan, have you seen any filthy thieving rats around? I know they're annoying, but keep your wits about you. They're only rats. If you spread bait near the nest, they may share some of the treasure with you. Why don't you try it? Nou, dat hebben we al gedaan, maar zoals je dus hoorde, onze boot kan dus ook via die steen spreken. Dus daar wil ik wel eventjes, toch wel eventjes een beetje aandacht naar trekken. En op het moment dat je dat dus gedaan hebt, dan zie je dus zeg maar dat die ratten ook niet meer aan zullen vallen. Wat eigenlijk best wel handig is en lief van hun is. Wat zijn ze toch lief. Oké, nou heel erg belangrijk. Steek deze aan en gooi hem even die kant op. Er zit secret for everybody. Heel erg belangrijk om dat natuurlijk te onthouden. En hier... vinden we de kapas! Butthole! Nou, wat ik nog steeds zo grappig vind in Zelda games is... waarom heb je zoveel kompas? Ik bedoel... een kompas die wijst naar het noorden. Daar zijn we achter. Dat weten we allemaal. Een kompas wijst altijd naar het noorden. Nou, we weten dat een kompas zeg maar een speciale functie heeft in de Zelda games. Zodat je ook de kisten kan zien en waar dat je precies loopt en alles. Dat weten we. Maar als al die kompassen dezelfde functie hebben... waarom moeten we dan in godsnaam in elke tempel een nieuw kompas vinden? Is de batterij dan leeg of zo van de kompasbatterij? In HD! Ik kan er zo pissig over worden, ik weet het, sorry. Misschien word ik een beetje te pissig. Kan ik niks aan doen? Kan ik wel, wow. Ik heb een pot. En die ga ik tegen die vogel aan gooien. Jouw schuld! En we hebben een sleutel. Zat jij nou echt serieus te broeden op een sleutel? Ah, succes daarmee. Oké, nou, wij gaan gewoon verder in deze dungeon alsof dat er niks gebeurd is. Ik wil licht. Geef mij nu wat licht. En dat is een dom idee. Want we hebben hier heel veel bats. Vervelende vliegende ratten. Zoeta, zoebats. Weet het allemaal nog meer hoe die jullie willen heten. Ik wil geen schade opnemen van jullie. Nee, ik. Oh, ik heb hem toevallig ook nog aangestoken ook. Dat is handig. Huh. Ja. Mooi. En dan ligt hier een kistje. Met een joy pendant. Joy. Nou, nog een Jenny. Ik weet wel, zuster Joy en agent Jenny van Pokémon. Nou ja. Ah, mijn vlammetje is op. Oké, opnieuw. Goed. Hier eventjes de boel even in de fik steken. Blijkbaar zorgt dat ervoor dat de deur open gaat. Ik vind qua techniek... Ik vind het wel mooi gemaakt in Legend of Zelda. Oké, nou dit zijn hele belangrijke warp potten. In plaats van dat je dus zeg maar een instrument hebt om te warpen, hebben ze hier dus zeg maar hier en daar een potje neergezet. Zodat je dus zeg maar door bepaalde plekken kan... pardon, warpen. Dus als ik hier nou in zou springen, dan kom ik dus automatisch terug bij... dan kom ik automatisch terug bij de intree, whatever. Maakt niet uit. Hebben jullie wel rubies voor me? Ik heb rubies nodig. Ik heb altijd rubies nodig. Ik ben verslaafd aan rubies. Uh-oh. Dude, dat was niet vriendelijk. Heb jij nou die deur voor mijn neus dicht gedaan? Dat is niet vriendelijk. Doe die deur open! Daar! Ja. Ik wou al zeggen. Sta op. Ik daag je uit. Oké, hij is geëxplodeerd. Dus echt veel problemen is het niet meer. Nou, hier, daar hebben we dus zeg maar ook weer het een en ander te doen. We zien dus zeg maar dat we hier weer een stok moeten vinden. Om dus zeg maar de tweede kaars aan te steken. Maar ja, die... hoe dat het ook genoemd wordt, het interesseert me geen ene flauws.
zagen we dus zeg maar dat hij een zwaard had en geen stokkie. Deze daarentegen heeft wel een stokkie. En die blijft liggen. En jij blijft liggen. Hé, hey, jij mag mij niet raken. Dan heb ik nog maar 2 hartjes. Oké, okay, ik heb een life potion, maar dat wil niet zeggen dat je mijn kont mag raken. Geen fan, geen liefhebber ervan. Oké, okay, nou laten we maar eens even kijken wat het voor ons heeft. Oeh, een spannende kist. Wat zou er in die spannende kist liggen? Ik ben benieuwd. Een treasure chart! Waardoor dat ik eventjes moet editen wat voor een treasure chart dat dit is. Nou, dit is een hele boeiende treasure chart. Heel erg leuk, heel erg aardig. Ik wil heel eventjes weten welke treasure chart dat precies is. Dus kan ik heel eventjes in mijn map kijken? Nee, dat kan ik niet. Fijn. Maakt niet uit, het is in ieder geval al in beeld geshowt welke dat het is. Dus waarom doe ik zoveel moeite, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat is niet alles wat we hier kunnen vinden. Want zoals we dus zien, zijn die deuren nog steeds dicht. We moeten hier elke moblin zien te verslaan. Of ja, moblin. Het zijn niet echt moblins, maar maakt niet uit. Joy pendant. Maar er zou hier dus nog eentje in zitten. Nou, die zit dus hier, denk ik. Hallo. Ik sla je helemaal naar beneden! Ja, nou zei ik hierboven. Wat doe je er tegen? Je kunt trouwens deze ook even zo... Je kunt hier ook tegen de muur aan rollen en dan... Ik probeer hier iets uit te leggen. Mag ik eventjes? Je kunt hier ook gewoon tegenaan rollen en dan... Ik zeg, je kunt hier ook gewoon tegenaan rollen. Je kunt hier ook tegenaan rollen en dan klappen ze naar beneden toe en dan valt die vaas ook op de grond. Dus hoef je niet helemaal om te lopen. Dat probeerde ik te zeggen. Voor meer vragen en opmerkingen kun je altijd terecht op www.waaromhebbenwevragenenopmerkingen.nl. En waarom doen we er zo moeilijk over? En waarom leggen we dit allemaal uit? En waarom krijgt het zoveel tekst? En dat is nergens voor nodig. En oh mijn god, dit is irritant. Dat beest is niet dood te krijgen. Dat beest blijft daar rondcirkelen. En is niet dood te krijgen. Heb ik al gezegd dat ik dat beest... Oh, wacht. Ik heb hem hier naartoe gelokt. Kom hier. Kom hier. Nee, niet naar dat plateau. Naar dit plateau. Stom stinkbeest. Oké, okay, ik ga hem nog een keer proberen te lokken. Want wat we moeten doen is... We moeten dus zeg maar een vaatje water... Moeten we daar naartoe schieten. Zo snel mogelijk. Dus wat je wil doen... Als je wil daar naartoe springen... Gooi je water. Spring erop. En dan ben je veilig. Je kunt hem proberen te verslaan... Maar hij zal altijd zeg maar in de lava vallen. En dan... Kun je hem dus niet raken en hij kan tegen lava, dus ja, dat gaat gewoon eindeloos zo door. Daar heb je gewoon geen zin in. Dus, maar goed, we zitten hier in een hele mooie middenplek van de kamer, want daar hebben we dus de boskamer waar we nog niet naartoe kunnen. Tenminste, al dus zeg mijn kaart hier ook. We hebben hier dus zeg maar een mooi middenpuntje, die wil ik jullie zeker niet onthouden. Die wil ik jullie zeker even laten zien. Boom. Dus weer zo'n warppuntje. En met dat warmpuntje denk ik bij me eigen dat ik hier deze aflevering ga afsluiten. En dat we hopelijk in de volgende aflevering genoeg progress krijgen dat we deze tempel al hebben verslagen. Dus, zonder enig oponthoud, dank ik jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Hoop dat jullie genoten hebben ervan. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Heb je leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En met dat dank ik jullie. En ja, ik heb jullie al heel erg vaak gedankt, want ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. Jullie zijn gewoon geweldig! Maar goed, ik hoop jullie morgen te zien bij een nieuwe aflevering. Dus... Wanneer dat de volgende Minecraft komt, ik hoop volgende week. Ja, moet ik even kijken. Druk, druk, druk. Dus ik zal mijn best doen. Maar in ieder geval, tot morgen jongens. Doei!